Mijn naam is Wilma. In de vorige vlog ben ik bij Tom en Rinske langs geweest. Daar hebben we gezien wat er komt kijken bij het keurings klaarmaken. In deze vlog ben ik bij hengstenhouderij Familie Bosma op de locatiekeuring. Veel kijkplezier. Nou Kaatsen, vandaag is de locatiekeuring bij jullie op het bedrijf. Wat doen jullie aan voorbereidingen? Dan doen we aan voorbereiding. Wij trainen de paarden zo goed mogelijk. We proberen ze lekker fris ervoor te zetten. Logeren, aan de hand stappen, gewoon dat ze ontspannen zijn. En dan proberen zo goed mogelijk, zo fris mogelijk ervoor te zetten. Zo fris mogelijk. Ja. Maar ook qua accommodatie, hè? Je moet een baan klaarzetten. Meet je die iedere keer uit of weet je inmiddels hoe die moet? Nou, als je één keer weet hoeveel meter elke paal staat, dan weet je precies waar je ze kunt zetten. Ja, oh ja, dat is weer een voordeel inderdaad. Ja. Vind je ook dat de paarden beter presteren thuis? Ja, de paarden reageren op een andere manier. Als je de paarden op de trailer moet zetten, je moet eerst naar een keuring toe, dan staan ze toch heel vaak al vermoeid op de trailer. Komen ze vermoeid van de trailer, bezweet. Sommige paarden zijn het helemaal niet gewend en komen voor het eerst van het erf. Ja, dan probeer je ze wel zo vaak mogelijk op de trailer te zetten. Maar als je thuis kunt doen, dan pak je ze uit de stal, zijn ze mooi fris. Ja. Ja, misschien wel te fris. Maar ja, dat is aan de andere kant. Maar ja, ze zijn in ieder geval goed fit. Ja. Heel vaak heb je paarden die wel iets gespannen zijn. Mm-hmm. Door het is toch altijd anders. Er staan nu camera's, er staan juryleden, er staat van alles anders. Ik ben op zich heel erg tevreden hoe het gaat. Ja. En als je ziet de locatiekeuring, de ene keer is het, de andere keer niet. Ja. De kwaliteit is ook niet altijd hetzelfde. Nee. Je hebt niet altijd dat je zegt van ja, ik heb de topkwaliteit paarden. Nee. Maar je doet wel altijd je uiterste best om het beste eruit te halen. Ja. Nou, in de vorige vlog is ook al naar voren gekomen, het is ook verschillend het doel om naar een keuring te gaan. Hè? De ene die wil graag opgenomen worden in het stamboek. Klopt. En de ander die wil voor een ster eerste premie. Klopt. Dus ja. Ja, we hebben heel veel paarden dat we zeggen van ja, we proberen het beste eruit te halen. Ja. Mensen die willen met een paardje naar de keuring. Het paard is soms goed genoeg, soms net niet. Soms markeert er iets aan. Ja. Ja, dat is toch het risico dat je ermee voor de keuring gaat. En je doet je toch je best om het beste eruit te halen. Uit te halen. Nou, heel veel succes nog in de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Super. Adriaan die bedient mijn camera intussen al eventjes. Die is er nog niet helemaal mee eens. Maar merk je er ook verschillende locatiekeuringen ten opzichte van de echte keuringen? Ja, zeker. Ja, daar zit wel heel verschil in. Je hebt als je goed oplet, zie je dat de paarden heel weinig mesten hier. Ja. En dat betekent dat de paarden heel rustig zijn. Ja. En dat scheelt, je kunt ze trainen op keuringsplaats. En dat is denk ik een heel voordeel voor heel veel paarden. Ja, oké. Okay. En komen er dan ook meer premies uit? Nou, in principe zou dat niet zo moeten zijn. Is er een beter resultaat? Ja, de resultaten zijn wel wat hoger. Het sterpercentage ligt ook wat hoger dan op gewoon een normale keuring. Dus dat maakt toch echt wel degelijk verschil? Ja, en ik denk ook dat mensen ook iets meer nadenken voordat ze paard naar de keuring brengen. Want ja, je gaat wel een beetje gerichter met een paard naar de keuring. Ja, ja, dat is ook zo. Hebben jullie verder nog aanvullingen die jullie met ons delen willen? Nou, ik moet niet de hele tijd op woord zijn. De jury is een gebeuren van drie mensen nu. Ja, dus iedereen moet ook zijn eigen inbreng hebben, vind ik. Dus, Het punt wat je mist is natuurlijk dat je nu paard individueel keurt en dat je ze niet terug ziet in de groep. Soms gaan de paarden in de groep beter stappen en dan kun je ze onderling nog vergelijken. En dat is toch wel een aanvullende informatie die je nu mist. Positief is wat Piet zei, inderdaad de rust en de plek waar ze gewend zijn. Een minpuntje is eigenlijk dat je het groepsstappen en de vergelijking mist. Ja, paarden komen wel beter tot hun recht omdat ze niet de hele dag op de vrachtwagen hoeven te staan. Ja. Ze hoeven niet de hele tijd te wachten. Dus het is voor de paarden denk ik wel veel relaxter. Ja. Nou, bedankt voor jullie medewerking. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.